En dan moet je straks even een stukje gebak hebben natuurlijk. Een bijzondere dag voor Elze Buntje uit Wedde. Vandaag is hij op de kop af 107 jaar. Daarmee is hij niet alleen de oudste man van Groningen, maar volgens Wikipedia ook de op één na oudste man van Nederland. Ja, burgemeester Kapso, ben je? Jawel, maar... Triemstra, ja, wat nog? Triemstra. Ja, Triemstra. Triemstra. Goedendag. Wie is dat? Ik ben Erik Triemstra, de burgemeester. Oh, de burgemeester. Alsjeblieft. Mag ik u van harte feliciteren? Dank u wel, hoor, burgemeester. Elze Buntje, geboren op 25 september 1904. De komst van de auto, het vliegtuig, de twee wereldoorlogen. Buntje maakte het allemaal mee. De eerste 30 jaar in Bellingwolde, daarna in Wedde. Hoe is het met u? Ach, het gaat wel. Het gaat. Oké. Als ik dat naga, waar ik groot mee geworden ben, daar is niemand meer van. Waar ik mee naar school heb gegaan en zo, daar is niemand meer van. Nee. Die zijn allemaal weg. Ja. Hoewel Buntje vandaag wat verkouden is, gaat het voor de rest nog prima met hem. Maar in het dorp is hij nooit meer te vinden. Hij zit thuis en is best wel een beetje eenzaam. Dag in, dag uit zit ik hier alleen in dit huis, hier zo. En dan kijk ik naar het raam, naar die huis daar. En dan zit ik van 's morgens 7:30, acht uur, tot 9:00. Dag uit, dag in, zit ik hier alleen te kijken. Nou, meneer Buntje, op uw gezondheid. Naast bezoek van de burgemeester kwamen later vandaag ook zijn beide dochters langs. Ook al in de 80. En op de deurmat lagen er zelfs koninklijke felicitaties. Hij is er blij mee, maar dat is het dan ook. Het is gewoon zo. Je bent van deze wereld ben je afgesloten. Je weet niet meer wat je bent en waar je woont. En dat gaat allemaal weg. Gelukkig zijn er de dames van de thuiszorg die in zijn eigen huis, waar hij nog altijd woont, zorgen voor wat afleiding. En de dames komen graag. Ik vind hem goed bij de tijd. Volgens NL onder de 7 jaar, dan vind ik hem vergeten. Nou, sommige dingen, maar dat valt er nog een beetje mee, hoor. Mogen we graag naartoe. Alle meiden.